Wat was dat? Mam! Oma! Hoi, opa. Waar zijn mam en oma? Ze zijn samen een dagje uit. Waarom? Oh, ik wil een taart bakken. We verkopen taarten voor het schoolreisje. En als ik geen taart bak, dan kan ik niet mee. Oh, in dat geval moeten we het zelf doen. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Weet je het zeker, opa? Oh ja, dat is een fluitje van een cent. Dat is fijn. Bedankt, opa. Oh, we hebben wel een recept nodig. Wat voor taart wil je bakken? Een bananen-chocoladetaart. Yummy. Sue, die taart is voor mee naar school. Niet voor jou. Nu zien we eruit als echte koks, hè? bananen- en chocoladetaart. Hier staat het. Dus, we hebben boter, eieren en melk nodig. Dat staat in de koelkast. En bananen. Meel, suiker en chocolade. Maar waar gaan we dat vinden? Even kijken, opa. Hier is chocolade. In een van die bussen zit meel, Sue. Ik heb het meel. Fantastisch. Nu hebben we alleen nog suiker nodig. Waar staat die? Volgens mij daar ergens in die kast. Ja, juist, die kast. Gevonden. Oh, goed zo, Sue. Jij kunt zo goed dingen vinden. Weet ik. Oh, oké. Dat ruimen we straks wel weer op. Zo, dan gaan we nu de ingrediënten wegen. En dan doen we het nu allemaal bij elkaar in een kom. Hey, wat zijn jullie daar aan het doen? We maken een bananen-chocoladetaart. Het is voor op school. Wil je ons helpen? Natuurlijk, heel graag. Pam 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 pam. Dat smaakte echt heel zout. Maar er zit helemaal geen zout in. Ik denk dat je misschien... Oh, nee. Dat is het zout, Sue. Niet de suiker. Oeps, sorry. Maar ik wist niet welke de suiker was. Geef niet, hoor. We gaan gewoon weer opnieuw beginnen. Of we gaan pannenkoeken bakken. Maar je zei toch dat je een taart moest meebrengen naar school? Ja, maar pannenkoeken bakken lijkt me best makkelijk als oma en mam ze maken. En ze smaken zo lekker. Vooruit dan maar. Pannenkoeken dus. Ah. Hier staat het. Pannenkoeken. Er staat dat we meel nodig hebben, wat suiker, boter, melk, eieren en een snufje zout. Dat lijkt me nog echt een fluitje van een cent. Oh, geen eieren. Die zijn al op. We moeten even naar meneer Zoe. Hebben jullie een meelgevecht gehouden? Je mag toch niet met je eten spelen? We hebben niet gespeeld. We zijn aan het bakken. Een taart voor op school. Ja, maar de eieren zijn op. Oh, het spijt me, Sue. Maar er is niets over. Je vriendjes hebben alle eieren gekocht voor hun taart. Oh nee, zonder eieren kun je niet bakken. En is er geen schoolreisje. Oh. Pap! Pap! Hoi, Sue. De kippen hebben net voor het eerst eitjes gelegd. Dat hebben onze kippen dan even goed gepland. Sue, jij krijgt de eerste eitjes. Heb je aan drie genoeg? Ja, we hebben er precies drie nodig. Alsjeblieft. Drie verse eitjes klaar om te bakken. Heel erg bedankt, meneer Zoe. Dag. Succes met bakken. Mm-hmm.
Volgens mij is die kom te klein. Is deze beter? Die is perfect, Sue. Oh, kijk! Allemaal klonten! Kennelijk hebben we iets niet goed gedaan. Misschien helpt het als ik heel hard ga roeren. Nee, nog steeds allemaal klonten. Hé, hey, misschien kunnen we ze eruit zeven. Goed idee, Sue. Ziezo, geen klonten meer. Dat was een goed idee, Sue. En dan gaan we nu pannenkoeken bakken. Ja, pannenkoeken bakken is leuk. Oh. Misschien iets minder beslag gebruiken? Oh. Zo, nu hebben we drie pannenkoeken en die zijn... Mislukt. Ze zien er alleen niet zo mooi uit als die van oma. Vind je ook niet? Maar met karamelsaus erover, dan zien ze er vast mooier uit. En alweer zo'n uitstekend idee van onze meesterkok Sue. En vast heel lekker. Maar achteruit, we willen niet dat je je verbrandt. ruikt lekker. Oeps, de pan is zo heet. Hij bakt nog door. Snel, in de gootsteen. De karamel zit vast aan de bakpan. Ik krijg het niet meer los. Die pan is kapot. Oma zal wel niet zo blij zijn als ze straks ziet wat ik met haar pan heb gedaan. Ik wou dat mama en oma hier waren om te helpen. Om te helpen met wat? Oh, wat is hier gebeurd? Wat een puinhoop! Sorry, mam. Sorry, oma. Ik wilde een taart bakken. Voor geld, voor het schoolreisje. Maar alles ging fout. En nu kunnen we geen pannenkoeken meer bakken. En geen taart. En nu kan ik niet meer mee op schoolreisje. Oh, rustig maar, Sue. We hebben net boodschappen gedaan en hebben alles bij ons voor pannenkoeken. Maar de bakpan dan? Oh, oh. Mijn bakpan. Maar gelukkig heeft jouw oma nog een reservebakpan. Oh. Super, we gaan pannenkoeken bakken. Niet voordat we hier hebben schoongemaakt. Een echte kok bakt alleen in een brandschone en opgeruimde keuken. Bedankt, Sue, maar dat heb ik niet nodig. Ik maak al zo lang pannenkoeken dat ik het recept wel uit mijn hoofd weet. We moeten het meel zeven. Slimme Sue. Als je het zeeft, dan krijg je geen klonten. En nu maak je een koutje in het meel voor het ei. Dat klopt. Dan meng je voorzichtig alle ingrediënten door elkaar. En dan ga je steeds sneller en sneller en sneller roeren. Oh, dus daarom staat er net allemaal klonten in. Aha. Jouw beurt, Sue. Maar ik kan dat niet. Ik kan geen pannenkoeken bakken. Nog niet. Maar straks wel, Bizoe. Oefening baart kunst. Ik kan het, ik kan het. Nou, ik denk dat jij toch nog mee op schoolreizen kan, Sue. Als pannenkoeken tellen als taart wel. Ach, als je er van hieruit naar kijkt, dan lijkt het op een hele grote taart. Ja, een pannenkoekentaart. Nu moeten we hem nog versieren. Oh, goed gedaan, Bizoe. Ik zei al, bak is een fluitje van een cent. Toch? Zoals opa zei... Een fluitje van een cent. Opa, wat is dit? Oeps,
wat dit is. Het is nat, dat weet ik wel. Oh, en wat is dit, opa? Kijken. Ik denk dat het zeewier is. Dit kun je volgens mij eten. Niet dat ik het wil proberen. Ik ook niet. Het lijkt me maar lastig om te eten. Huh? Wat krijgen we nou? Opa, wat is dit? Dat, als ik het me goed weet te herinneren, is dat hersenkoraal. Hersenen? Hersenkoraal. Het is een soort koraal wat je normaal gesproken alleen in warmere kustgebieden vindt. Wauw, dat is hersenkoraal. Hoe komt dat hier? Ik denk dat het hier naartoe is gedreven met een warme golfstroom. Wat een bijzondere vondst, Sue. Dat koraal vind je hier normaal gesproken alleen maar in het museum. Hey, opa, ik kreeg net een heel goed idee. Oh, al jouw ideeën zijn goed, Sue. Nou, vertel het maar. Weet je nog wat Zoe zei? Over dat je dit soort dingen alleen in het museum kan vinden? Mm-hmm. Ik begin mijn eigen museum. Oeh. En dit is het eerste wat erin komt. Oh, maar dat is een goed idee, Sue. Oh, nee toch. Het gaat dus nog steeds niet beter met Omi's verkoudheid. Arme Omi, even kijken hoe het met haar is. Als ik dit in mijn museum heb gelegd. Voorzichtig, Pok. Dat koraal is heel bijzonder. En nu ga ik kijken hoe het met Omi is. Dan vertel ik haar over mijn museum. Ze voelt zich vast een stukken beter als ze mijn museum heeft bezocht. Hoe het met je is. Oh, alles goed hoor, Sue. Behalve dan die verkoudheid. Sue, kun je een kopje limoendrank met honing inschenken? Ja, Omi. Wauw. Mooi is die, hè? Ja, die was nog van mijn overgrootmoeder, weet je. Echt waar? Wow. Omi, mag ik hem lenen voor mijn museum? Museum? Ik begin een museum. Ik heb al koraal, maar ik zoek nog andere interessante dingen. En als ik klaar ben, wil je dan komen kijken in mijn museum? Oh ja, heel graag. En natuurlijk mag je dat kopje hebben. Maar mag ik eerst wat limoen met honing in een ander kopje? Natuurlijk. Ik ben zo terug. Mam, Omi wil nog een kopje limoen met honing. Maar niet in dit kopje, want dat komt in mijn museum. Dit hier kan ook wel in je museum, Sue. Oeh, wat is dat? Ik was cakejes aan het bakken, maar ik heb ze te lang in de oven gelaten. Ze zijn helemaal verbrand. Ja, dit is een mooi voorbeeld van koolstof. Zoals kooltjes. Zeg, weet je wat, Sue? Er liggen vast nog wel wat dingen in mijn schuur voor in jouw museum. Te gek! Iets wat Omi misschien interessant vindt. Kom mee, opa. Oh, hé, hey, en Omi haar limoendrank dan? Oh. Daar zit nog wat. Oh, maar zover was ik nog niet eens. Oh, wat is dat, pap? Ik heb geen idee, Sue. Misschien wel een arendsveer of een struisvogel. Wow, mag ik die hebben van mijn museum? Ho, wacht even, Sue. Alle museumconservatoren behandelen hun collecties op een speciale manier. Ja. Waar heb ik ook alweer mijn... Ziezo. Kijk eens hier, Sue. Trek die maar aan en pak de veer dan op. Net als een wetenschapper in een laboratorium. Hier, wie weet waar die veer allemaal geweest is. Weet je wat? Volgens mij is het een albatrosveertje. Wow! Nou, als dat zo is, dan is het heel bijzonder. Precies wat je zoekt voor je museum, Sue. Ja, ik vind jouw veren ook mooi, Pok. Maar deze is bijzonder. Kom mee, opa. Dan gaan we nog meer bijzondere dingen zoeken in de schuur.
eens kijken. Oh. Iets gevonden, opa. Kijk, hier zou ieder museum blij mee zijn. Deze telescoop was ooit van mijn oud-oom kapitein Zantry. Hij was ontdekkingsreiziger. Hij gaf mij deze toen ik net zo oud was als jij. Wow. Wat? Wat is er zo grappig? Je bent gekrompen, opa. Je houdt hem verkeerd om. Kijk zo. Dit moet echt in het museum. Bedankt, opa. We doen alle interessante dingen die we vinden in deze doos. Dan brengen we straks alles in één keer naar Zoes' Museum van Interessante Dingen. Eens kijken wat we hier nog meer hebben. Wat is dit, opa? Oh, was ik helemaal vergeten. Dat is een medaille van lang geleden. Het is een echte onderscheiding. Dit ben ik, zie je? Wow, dit moet echt in mijn museum. Omi was vast heel trots op je. Kijk, wat zeg je hiervan? Dit is de kwast waarmee de oude Egyptenaren hun piramides hebben geschilderd. Felgroen, dat was hun lievelingskleur, weet je. Echt waar? Wow, dat wist ik niet. Oh, opa, de piramides zijn niet groen. Dat was een grapje. Oh, maar dit zou wel mooi staan in jouw museum. Kapitein Zantry's oude stormlamp. Opa, zie je dat? Hij beweegt. Oh, ik zie het. Oh, nou, dat is een bijzonder museumstuk. Een spookverfpot. Pok, hoe kom jij daar? Pok, Omi heeft je toch niet aangestoken? Omi! Wat is er? Ze wilde limoen met honing. Kom mee, opa. Moet je zien, opa? Hoe komen die tanden nou hier? Mensen, kinderen. Voorzichtig, Pok. Straks bijten ze. Ik onderzoek het straks wel. Nu eerst Omi haar limoen met honing. Sorry dat ik je limoendrank ben vergeten, Omi. Oh, is niet zo zoef. Je moeder kwam hem brengen. Ja, dat zei ze. Maar mijn nieuwe museum van interessante dingen is nu open voor bezoek. Oh, ik denk dat ik me na een bezoek aan je museum vast beter voel. Zie ik je daar, Omi? Oh ja. En dit hier is hersenkoraal. Die komt normaal in warme kustgebieden voor. Dus het is heel bijzonder dat we dit hier op het strand hebben. Dat is Omi! Dus dit is jouw museum van interessante... Mijn tanden! Jouw tanden? Maar wat doen die nou in de tuin? Nou, ik moest verschrikkelijk veel niezen. En ik heb ze vanmorgen uit het raam geniest, ja. Ik vroeg me al af waar ze waren. En daar zijn ze opeens in jouw prachtige museum. Maar ik heb ze liever weer terug, als je dat goed vindt, Sue. Natuurlijk, Omi. Het zijn tenslotte jouw tanden. Oh, bedankt hoor. In dat geval krijg je 2 zoenen van mij. 1 omdat je mijn tanden gevonden hebt. En 1 omdat ik me nu alweer stukken beter voel. Dit prachtige museum van jou doet echt wonderen. Alsjeblieft, Pok. Mijn baas komt vanavond bij ons eten, dus houden jullie het alsjeblieft een beetje netjes? Vanavond? Oh, dan ga ik gauw de tuin doen. Ik hark daar blaadjes bij elkaar en raap de dennenappels op. Oh, dankjewel. Als het weer zo mooi blijft, dan kunnen we van tevoren iets drinken in de tuin. Ga je eerder weg van je werk? Nee, dat gaat jammer genoeg niet.
Ik doe de boodschappen voor het eten wel onderweg. Ik hoop alleen wel dat ik het allemaal op tijd voor elkaar krijg. Kan ik helpen? Misschien kun je wat van je schilderijen in de kamer ophangen. Mijn baas is echt dol op kunst. Mooi! Ik zoek de mooiste uit. En dan hang ik ze wel voor je op. Dankjewel, Bisou. Dat zal ze zeker mooi vinden. Iets naar rechts, opa. Zo goed? Ja, perfect. Hé, hey, Pok, dat is toch geen stok? Ho, 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 Pok. Hallo. Hi, Sue. Wat ben je aan het doen? We zorgen dat het huis mooi is. De baas van mam komt straks bij ons eten. Oh, dat klinkt wel heel erg belangrijk. Kan ik helpen? Ja, heel graag. Oh, jammer. We hebben alle schilderijen hier al opgehangen. Nu hebben we niets meer over voor in de tuin. Gaan jullie dan ook de tuin versieren? Ja. Mama's baas is een kunstliefhebber, dus dat vindt ze vast leuk. Ik ben reuze benieuwd wat jullie kunstenaars gaan verzinnen. Ik ga in de keuken kijken of er iets ligt wat we kunnen gebruiken. En ik haal mijn verfspullen. Oma, mag ik deze lenen? Natuurlijk, Sue. Ik heb er wel genoeg, hoor. Maar wat ga jij ermee doen? Ik ga er de tuin mee versieren. Mam wil dat alles er heel erg mooi uitziet. Oh, wil je deze plastic lepels dan ook, lieverd? Oh ja, heel graag. Bedankt, oma. Deze spullen doen? We kunnen beginnen met alles wat meer kleur te geven. Goed idee. Wat moet ik hiermee doen? Eens denken. Wat zou een kunstenaar hiermee gaan doen? Wat bedoel je zo? Daar ligt hij goed. Goed idee. Elk ding vindt zijn eigen plek. Oh, dit is echt leuk. Dit is echt leuk. Maar er ontbreekt nog iets. Ik heb een goed idee, maar we moeten wel snel zijn, want mam komt zo terug. Oh? Mam, en hoe vind je het? Wat doet al die rommel hier nou in de tuin? Dat is de versiering. We hebben de tuin voor je versierd met slingers en flessen. Oh, zo. Je hebt het vast goed bedoeld, maar jouw versiering is... Hoe zal ik het nou zeggen? Zou het er volgens jou beter uitzien zonder de flessen? Ik denk niet dat dat genoeg is. De tuin ziet er nu niet echt netjes uit. En ik heb geen tijd om alles op te ruimen voor mijn baas komt. Wij helpen. Maar ze komt al over een uurtje. En ik moet nog boodschappen doen. En ik moet nog koken. Ik denk dat ik het maar beter kan afzeggen. Niet doen. We gaan alles weer maken, net zoals het was. Beloofd. En ik help wel. Misschien kan papa of oma de boodschappen wel voor je doen. Dat is een goed idee. Ik ga het ze vragen. Oh, ik denk niet dat mama de versiering mooi vond. Oh. Mam, mam. Wat is er, jongens? We hebben... mijn mama in de problemen gebracht. Ik wist niet dat het zo lastig was om een tuin te versieren. Hebben jullie de tuin versierd? Oh, dan ziet het er vast heel erg mooi uit, jongens. Maar mam vond van niet. Ze was er niet blij mee. Nou, misschien hebben jullie gewoon nog niet genoeg ervaring. Zal ik jullie even helpen? Ja, heel graag. Bedankt, mama. Nou, deze keer
Gaan we eerst een plan maken voor we iets gaan doen. We zijn terug. En we hebben alles waar mama om vroeg. Ik ga Zoe en Elsie helpen om de tuin te versieren. Oh, dankjewel. Dat is aardig. We moeten opschieten. We hebben niet zoveel tijd. Rustig maar. Ik help jullie wel even met opruimen. En dan help ik mama wel met het eten. Nou, jullie hebben wel jullie creativiteit de vrije loop laten gaan. Wij vonden het eigenlijk wel artistiek. Oh, op die manier. Landschapskunst. Wij noemen het buitenkunst. Maar je kunt je niet zomaar wat uitleven. Er moet wel een bepaalde gedachte achter zitten. Net zoals wanneer je een werkstuk maakt? Ja, inderdaad, ja. Eerst moet je bedenken wat je wilt maken. Misschien kunnen jullie een bepaald thema bedenken. Dat is een prima uitgangspunt. Waar denken jullie aan als je al die blaadjes en dennenappels ziet? Aan de natuur? De natuur, ja. Heel goed. Mooi. En dan denken we nu aan de versiering. Het zou moeten passen bij de omgeving. Dan komt het tot zijn recht. Dus natuurlijke dingen als dennenappels en blaadjes. Oh, bijvoorbeeld nootjes. Goed idee, Zoe. Oh, alsjeblieft. Ik heb er toch veel te veel. Bedankt. Oh, dan is dit alles wat we nodig hebben. Oké. Dan gaan we nu eens even kijken hoe we de boel daarmee kunnen versieren. Houden we die wel? Want ze zijn niet erg natuurlijk. Misschien niet, maar ze hebben wel een interessante vorm. Kunt u gaatjes in de flessen maken? Ik wil ze aan beide kanten bevestigen. Dat moet lukken. Ik heb vast nog wel iets in de schuur liggen. Oké, zullen we die stenen in een andere kleur gaan beschilderen? Dat is een goed idee. Kijk, gebruik deze kleuren. Die zijn zachter. Oh ja, dat wordt erg mooi. Kijk, Bok is ook een kunstenaar. Kun je deze blaadjes aan elkaar vastmaken? Dat moet wel lukken, ja. Oh, alsjeblieft. Misschien kun je er dan ook nog wat gaatjes in maken. Alleen maar eventjes in de oven. Heel erg bedankt voor al je hulp, hoor. Oh, er gaat niets boven een goede samenwerking. Ik hoop maar dat de tuin weer netjes is. Oh? Oh, nee. Vind je het nog steeds niet mooi? Of ik het niet mooi vind... Zoe, het is een waar kunstwerk. Goed gedaan, hoor. Het is echt prachtig. Heel artistiek, lieverd. Je baas belde net. Ze kan niet weg van het werk. Ze vroeg zich af of je het etentje misschien zou kunnen verzetten naar morgen. Wat? Ik zie eigenlijk niet in waarom niet. Deze mooie versiering hangt er morgen ook nog wel. Waarom gaan we dan niet in de tuin picknicken? Blijf je dan eten? Wat een leuk idee, zeg. Nou, heel graag. Je krijgt tenslotte niet iedere dag de kans om te eten midden in een groot kunstwerk. Ja! Goed idee van je, Zoe, om nog even ons dansje te oefenen. Ja, dat vond ik ook, Elsie. Zoe, Elsie, willen jullie me even komen helpen om de disco voor vanavond op te zetten? Oh ja!
Ik heb er zin in. Rustig een beetje, kinderen. Oh, sorry, Omi. We hebben een beetje haast. Dat is te zien, ja. Gaan jullie papa soms helpen met de disco? Ja, het wordt echt geweldig. Het klinkt net alsof er op jouw kamer al een disco aan de gang is, Sue. Oh, sorry. Ik vergat mijn muziek uit te zetten. Leuk deuntje. Dat moet ik ook eens proberen op mijn piano. Dat is heel wat anders dan de muziek die je normaal speelt. Oh, tot ziens allemaal. Veel plezier in de disco. Bedankt, Omi. Komt goed. Ik denk dat dat niet een goed idee is. Houd jij je maar bezig met de slingers, Pok? Arme Pok. Oké, zullen we de geluidsinstallatie even checken? Dat is een goed idee, want een disco is natuurlijk geen disco zonder muziek. Oké, eens even kijken. Volgens mij moet het deze knop zijn. Oeh. Ja, dat is hem. Hey Elsie, we gaan oefenen. Het begint! Het begint! De disco gaat beginnen! Nee, Senia. De disco begint pas van... Oh! Xavier! Oh, sorry, schat. Oh! Wow! Dat was Pok niet, zo. Maar wat is er gebeurd met de muziek? Ik weet het niet. Laat mij maar eens kijken. Ik ben namelijk meestal wel handig in dat soort dingen. Oh, dat ben je helemaal niet. Weet je nog toen je de vriezer wilde repareren? Ah ja, wat ik al dacht. Ik heb dit zo weer aan... Kijk ons technisch genie. Misschien was het dan niet dat ene knopje. Nee, maar wat het ook was, ik vrees dat de disco niet door kan gaan. Nee! Hij is helemaal kapot. Dat is niet te verhelpen met een simpele reparatie. Geen disco? Geen muziek, geen disco, ben ik bang. Omi's piano! Omi's piano? Wat is daarmee? Die halen we hier naartoe. Dan hebben we weer muziek. Maar Zoe, die staat op de bovenste verdieping. En hij is vreselijk zwaar en... Pap. Oké. Maar we moeten het er eerst gaan vragen. Ja! Papi helpt wel. Ja toch, papi? Binnen. Hallo, Sue. Omi, mag ik alsjeblieft je piano lenen? Oh, maar natuurlijk, Sue. Wat wil je gaan spelen? Nee, ik bedoel, mag ik hem lenen? Wat? De muziek in de disco is stuk. En als er geen muziek is, kunnen wij niet dansen. Dus ik dacht, mag ik de piano meenemen? Ik denk dat je hem niet kunt tillen, Zoe. Maar ik krijg hulp. Oh. Nou, in dat geval ga je gang, hoor. Bedankt, Omi. Zoe, vergeet je niet iets, jongen. Ja.
Stop. Ja. Huh? Naar beneden? Ah, kom op, het zijn maar een paar treden, Xavier. Naar links. Mijn neus! Huh? De eerste trap hebben ze al gehad, hoor. Lieve help. Wat gebeurt hier toch allemaal? Hoi, oma. We verhuizen omi's piano. Waarom? Dat is een goede vraag. Hierheen. Uit de weg, Zoe. We willen geen ongelukken. Kijk uit. Wil het een beetje lukken met de piano, Bizou? Alles gaat goed hoor, mam. Vergeet niet Omi te bedanken. Xavier, lieve help. Kijk nou toch eens naar jezelf. Komt goed, tante Zelda. Oom Xavier kan zich straks opknappen als de piano in de sporthal staat. Maar dat gaat nog een eeuwigheid duren voor we hem daar hebben. Wacht eens. We kunnen hem slepen. Duwen, slepen. Het maakt niet uit, Sue. Hij is gewoon veel te zwaar. Nee, ik bedoel slepen achter oom Xavier zijn auto. Wat? Oh ja, papi's auto. Sue, wat ben je slim. Ja, hè, papi? Ik ga wel een touw halen. Zo. Ja. Ja. Hoera voor papi! Ja! Ja! Gelukt! Hoera! De disco begint! De disco gaat beginnen! Alleen, we zijn één ding vergeten. Maar wat dan, Elsie? Wie gaat er piano spelen? Bedoel je nou dat er niemand hier is die piano kan spelen? Dat is toch niet te geloven? Maar ik wel. Omi? Zet hem op, Omi! Zij krijgt de zaal toch niet aan het dansen? Ik denk alleen dat Chopin iets is voor in de disco. Nee. Zullen we? Hup, Omi, hup! Zoe? Hey, pap. Bedankt voor je hulp. En nu ook, hoor, opa. Bedankt, Zoe. Graag gedaan, hoor. En nu ook, oom Xavier. Zonder uw auto was het nooit gelukt. Ja! En Omi, jij hebt meest bedankt. Dit is de allerbeste disco ooit. Oké. Is iedereen er klaar voor om het te zien? Ja! Doe dan je ogen maar open. Wow! Dit parcours heb ik al een keertje eerder gemaakt. Zoe, wat is dit een mooi parcours? Ja, ik ben best tevreden. Oké, hebben jullie een fiets? Ja! Ik heb alleen maar een step. Dat geeft niet hoor, Zack. Een step mag ook. Oké,
Vandaag gaan we jullie alles leren over hoe je moet fietsen. En steppen. Mm. Maar voor we beginnen, veiligheid boven alles. Dus, helm op! Ik moet nog een paar dingen doen, dus ik zie jullie straks. Pas je goed op ze, Zoe. Hup. Hallo! Zo, jij gaat snel, Zinnia. Dat klopt. Dit is mijn nieuwe fiets. Die kan echt heel, heel snel. Dat wil ik wel geloven. Nou, tot straks dan, hè? Wacht op mij. Oké, Zinnia, ga maar bij de anderen staan. Dan ga ik het parcours uitleggen. We beginnen hier en dan gaan we hier omheen en terug langs de andere kant. En als je daar Zo, bent, dan hoe kom je aan die fiets? Die was van opa. Ik mocht hem hebben. Oh, dan is hij vast al heel erg oud. Doet hij het nog wel? Trek het je niet aan, Zo. Ze is gewoon jaloers omdat haar fiets geen mandje heeft. Ja. En het is ook heel belangrijk dat jullie de controle houden over jullie fietsen. Dus we beginnen met een slalom door deze pionnen. Zonder dat we ze raken? Ja, dus moeten jullie heel goed sturen. Oké, wie wil er als eerste? Zoe, wil jij beginnen? Oké. Oké, klaar voor de start? Af! Dat geeft niet, Zoe. Je deed dit heel goed. Iedereen raakt de eerste paar keer een pion. Ik ken eigenlijk niemand bij wie het direct de eerste keer goed gaat. Jouw beurt, Elsie. Klaar voor de start? Af! Oh! Goed gedaan, Elsie. Maar één pion omver. Mooi. Jullie deden het allebei al hartstikke Mijn goed. Mijn beurt! Huh? Ga jij het nog beter doen, Zinnia? Ja, let maar eens op. Dat zal ik zeker doen. Goed, klaar? Voor de start af! Hey! Wow! Tadaa! Goed gedaan, Zinnia. Indrukwekkend. Jij kunt al heel erg goed fietsen. Ja, ik heb op zomerkamp al veel geoefend, iedere dag. Nou, dat heeft zeker gewerkt. Weet ik. Dit parcours is echt een makkie. Jammer dat Sue en Elsie niet geoefend hebben. Het is geen wedstrijd, hoor. Nou, als dat het was, dan zou je met die fiets toch nooit winnen. Hey, opa heeft heel vaak gewonnen op deze fiets. Rustig, jongens. We doen hier geen wedstrijdjes. We zijn hier om te leren fietsen. En we zijn nog niet allemaal geweest. Kan die zak? Ik denk het. Oké. Klaar voor de start? Af! Wacht, zak. Je wijkt van het parcours af. Zak! Wauw! Ik ging echt heel snel, hè? Ja, je ging wel heel snel, Zack. En ik ben niet één keer gevallen. Ah, dat is beter. Oh nee. Oké, tijd voor een pauze. We gaan morgen wel weer verder. En, hoe ging de les? Oh, wel goed. Is er iets aan de hand, Sue? Niets hoor. Maar... ik word nooit een kampioen zoals jij, opa. Ah, kom op, Sue. Je moet gewoon goed oefenen. Als je blijft proberen, dan win je vanzelf wel een keertje, hoor. Ja, maar Zinnia heeft een hele goede fiets en ze is heel snel en... Het gaat niet om de fiets, Sue. Wat ik al zei, oefenen, dat is het. Weet je wat? Zal ik je anders helpen met oefenen? Oh ja, graag, opa. Erg fijn om je weer te zien lachen, Sue. Vroom, vroom, vroom. Oké, opa, daar gaat-ie. Een beetje geduld, Sue. Dat is het eerste wat een kampioen moet leren. Doe maar. Oké, nu voorzichtig tussen de blokken doorsturen.
Oh, het lukt me nooit. Hou kop op. Een echte kampioen geeft toch niet op na wat tegenslag? Het is niet voor de eerste keer. Het lukt ze ook al niet tijdens de les. Dus moet je blijven proberen tot het je lukt. Denk aan een vogel die leert vliegen. Een vogel weet eerst ook niet hoe je vleugels gebruikt. De vogel valt eerst een paar keer uit het nest voordat hij het kan. Ik ga nog een keer. Ja! Ga zo door. Hoofd omhoog, kijk vooruit. Dan zie je de obstakels beter. Hé, hey, je hebt gelijk, opa. Ga zo door. Oh. Dat was een mooie slalom, Zoe. Vergeet niet rechtop te zitten en heel goed te kijken naar de weg voor je. Hallo, Xavier. Zelda. Hallo. We komen kijken hoe onze Zinnia fietst. Ze zegt dat ze de beste van de klas is. Oké, welkom terug. Vandaag heb ik iemand gevraagd om te helpen. Hallo. Ik heb het parcours vandaag een beetje anders opgezet. Op deze manier kunnen er twee tegelijk oefenen. Ik heb gisteren nog even met opa geoefend. Ik denk dat het vandaag iets beter gaat. We zullen zien. Misschien kunnen we straks nog een wedstrijdje houden. Ja, kunnen we doen. Zoals ik gisteren al zei, het is geen wedstrijd. Dit is om jullie te leren fietsen. Maar we kunnen er ook een wedstrijd van maken. Alsjeblieft, toe, Zoe. Als iedereen dat wil, dan... Oké. Ja! Wacht maar, Zinnia. Ik ben al beter dan gisteren. Oh nee, de ketting. De wedstrijd is nog niet eens begonnen en je fiets is al kapot. Rustig maar, Zoe. Het is de ketting, maar die heb ik zo voor je gerepareerd. Opa, heb je echt wedstrijden gewonnen? Op deze fiets? Hij ziet er helemaal niet uit als een racefiets. Ik heb behoorlijk wat wedstrijden gewonnen op die fiets, Zoe. En dat kun jij ook. Onthoud gewoon wat ik zei. Blijf rustig. Hou je hoofd omhoog en hou je ogen op de weg voor je. Zo, ben je er klaar voor? Ik ben klaar. Mooi, en je fiets ook. Hij is weer heel. Dat ging snel. Oké, op jullie plaatsen. Klaar voor de start. Af. Oh. Kom op, Zoe. Hup, Zoe, hup. Hup, Zoe, hup. Oh, goed zo, Zinnia. Ik ga winnen. Zo vlug als de wind, mijn Zinnia-popje. Oh. Hoofd omhoog, Zoe. Kom op, Zoe. Zet hem op. Ja! Doe maar, lievertje. Oh, goed zo, Zinnia. Hoera. Hoofd omhoog. Zinnia, stop. Zag je mijn stopteken niet, Zinnia? Je remde te laat. Nu moet je weer opnieuw beginnen. Opnieuw beginnen? Oh, jongens toch. En dat alleen maar omdat ze sneller ging. Maar dat zijn de regels. En als Zinnia beter had opgelet tijdens het fietsen en het stopteken had gezien... En Zoe is de winnaar. Ja! Goed gedaan, Zoe. Goed zo. En het is op straat precies hetzelfde. Snel zijn en goed kunnen fietsen alleen is niet voldoende. Jullie moeten ook de verkeersregels kennen. Oh, goed gedaan, Zoe. Bedankt, Zinnia. Volgende keer doen we het anders. Ik ga volgend jaar weer naar het zomerkamp en dan ga ik oefenen en oefenen. Zoe, ik wist dat je zou winnen. Voor de allereerste keer. En niet de laatste.